Wat zijn de consequenties als we dit serieus nemen? Ja. Ja. He, dus nemen we serieus dat we drie aardes nodig hebben? Wat gaan we doen? Ja. Er moet een andere manier nagedacht worden over technologieontwikkeling. Vanavond gaan we het hebben over biomimicry, een beweging waarin tech en natuur samenkomen. Gaat dit ook zorgen voor een betere relatie met onze planeet? Dat gaan we vanavond onderzoeken. Mag ik een heel hartelijk applaus voor mijn allereerste gast, Saskia van den Muizenberg. Ja, dankjewel. Wat ontzettend leuk dat jullie vanavond allemaal hier zijn. En dat ik mag gaan vertellen over mijn grote passie en mijn werk, biomimicry. Ik ben een van de oprichters van Biomimicry NL. Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur. En de kerngedachte is dat wij ook natuur zijn. Dat vergeten we wel eens. We zijn er heel goed in geraakt. En misschien wel door zo'n ruimtes als dit, waar je ook helemaal geen invloeden van buitenaf meer hebt. Maar waar wij mensen zien en natuur is ergens buiten. En wij zijn dan wel natuur. Een van de vele miljoenen soorten en een ongelooflijk jonge soort op deze planeet. Maar als die jonge soort hebben we ook een enorme impact. En die is helaas niet alleen maar positief, zoals je hier kan zien. En ja, zodra je beseft dat je zelf natuur bent, ga je ook inzien dat wat wij die natuur aandoen, dat die dat onszelf ook weer aandoen. Dat kan ook echt anders. En daarvoor zien wij mensen die biomimicry beoefenen, kijken heel anders naar de natuur dan misschien sommigen van jullie. Veel mensen zien natuur nog als een plek, als een fijn decor om te wandelen en te fietsen. Of als een groot warenhuis waar je spullen uit kunt halen die je kunt gebruiken voor het bouwen van je huis. Maar biomimicry mensen die kijken ook naar de natuur als misschien wel het meest geavanceerde laboratorium wat er is. Als een die gebruik maakt van al 3,8 miljard jaar aan research en development. Wat mij betreft zie je hier echt de ultieme chemici en architecten en designers, waar wij mensen heel veel van kunnen leren. Een van de soort centrale mantra's uit biomimicry is dat life creates conditions conducive to life. Het leven creëert condities, omstandigheden die goed zijn voor het leven. En daar wil ik even twee voorbeelden van geven. Deze schattige polvosjes. Die leven in hele grote groepen in het Arctisch gebied. Van Alaska, Canada tot ver in Groenland. En ze leven met grote groepen in holen. Want in dat gebied is het grijs, groen, of nee, grijsbruin, ijs en ijskoud. Maar bovenop hun holen zie je die prachtige tuintjes. En dat komt omdat ze nemen hun prooien mee naar binnen, ze urineren daar binnen, ze poepen daar binnen. En dat is allemaal hele goede bemesting voor hun directe omgeving. Dus vanaf de bovenkant zie je overal van die patches waar de polvossen leven. Maar die tuintjes die je hier ziet, dat is weer op een plek waar bijna geen eten is, zijn dit dus opeens oases voor insecten, voor de kariboes, voor de knaagdieren, voor de aaseters. De prooidieren van de polvossen komen gewoon bovenop hun holen, komen zichzelf daar voeden. En die polvossen die hebben dat allemaal niet bedacht, maar die leven wel op een manier waardoor ze dus condities creëren waardoor ander leven er weer van kan profiteren. Een ander mooi voorbeeld zijn walvissen. Die zijn in staat om het klimaat te veranderen. Op een positieve manier. Nou, hoe dat werkt is dat walvissen die eten diep in de oceaan. En ze moeten naar boven, naar de oppervlakte om daar lucht te happen. Daardoor, doordat ze omhoog en omlaag zwemmen, brengen ze allemaal nutriënten in beweging. En zodra ze daarboven zijn, poepen ze ook vlak onder dat oppervlak. Dus dan krijg je van die grote groen-bruine pluimen waar nutriënten, waar het fytoplankton zich weer te goed aan doet. En het fytoplankton, een soort plantachtige organismen, die kunnen met behulp van fotosynthese ook CO2 uit de lucht halen en omzetten in zuurstof. Net zoveel als 4 Amazone regenwouden. Zij halen 40% van alle koolstof uit de lucht.
en zijn ook weer voedsel voor vissen. Dus toen de Japanners dachten we moeten meer walvissen uitroeien, want dan hebben we meer vissen, zaten ze daar volledig naast. Meer walvissen, meer walvissenpoep, meer fytoplankton, meer CO2 uit de lucht, meer voedsel voor vissen, meer vissen. Deze organismen zijn dus bezig met condities te creëren die goed zijn voor ander leven. Wat nou als wij dat ook eens gaan doen? Nou, ik heb een paar voorbeelden. Ik zou echt 2 weken lang onafgebroken voorbeelden hier kunnen delen met jullie van organisaties, bedrijven die al bezig zijn met biomimicry. En één die echt direct laat zien hoe je ander leven kan bevorderen, of in ieder geval het niet meer tegenwerken, is Arnold Glas, is een Duits bedrijf. Die hebben een ruiten ontwikkeld waar vogels niet tegenaan vliegen. Want er echt, je gelooft niet als ik ga zeggen hoeveel vogels er dagelijks doodgaan door onze glazen gebouwen. Er zijn metingen geweest, er is onderzoek geweest voor Amerika, en we denken dat hetzelfde is in Europa. Maar per dag sterven er 250.000 vogels doordat ze tegen onze gebouwen aanvliegen. 250.000 per dag. Dat is echt immens veel. Maar diezelfde vogels, die vliegen niet door spinnenwebben heen. Weet je, die reflecteren niet de omgeving. Terwijl, ja, daar kan je toch ook gewoon doorheen kijken. En dat komt omdat die spinnen, die hebben heel slim, hebben die in hun spinnenrag zit een vezel verwerkt die in het UV-spectrum van de vogels dat licht reflecteren. En als je een spin bent, is dat misschien heel logisch, want je wil niet dat iemand door jouw huis of vangnet heen komt vliegen. Dus Arnold Glas heeft ruiten ontwikkeld waarbij wij mensen gewoon doorheen kunnen kijken. Maar als je van dichtbij kijkt, zit er alsof er een spinnenweb in zit en vliegen ze er niet meer tegenaan. Nou, tot slot wilde ik nog één bedrijf eigenlijk voor het voetlicht brengen wat al jaren met biomimicry bezig is en daar ook heel veel successen mee heeft behaald. Dat is Interface. Interface maakt tapijttegels. Misschien niet een heel sexy onderwerp, maar ze doen het eigenlijk hartstikke goed. En dit bedrijf was in de jaren 90, midden jaren 90, was nog volledig fossiel gebaseerd. Op aardolie. En op een bepaald moment had hun CEO, die besefte in wat voor vervuilende industrie hij eigenlijk bezig was, en wilde, het is bijna een soort Apollo-project van in 2020 willen wij geen negatieve impact meer hebben op onze leefomgeving. Dat is ze gelukt. Ze hebben inderdaad, dat is deze hele reeks, daar zijn ze lang mee bezig geweest. Maar dat is eigenlijk pas het soort mijlpaal voor de toekomst, waarbij ze nu al inzitten om een positieve impact te gaan genereren. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben eerst een aantal lessen uit de natuur vertaald naar bedrijfsstrategisch niveau. En ik denk inmiddels met deze kennis zou elk bedrijf dit moeten doen, want dit gaat over helemaal geen negatieve emissies meer hebben. Dit gaat over alle vormen van afval eigenlijk elimineren. Alles met hernieuwbare energie draaien. Dus dat doen ze met hun fabrieken nu. Nou, het hele circulaire denken zit erin. Zij hadden veel van hun impact zat op transport. En ze hadden ook een paar meer sociale doelstellingen van ook al onze stakeholders moeten we zien mee te krijgen. En uiteindelijk een nieuw verdienmodel. En de eerste twee, ja, ze hebben heel veel verschillende biomimicry innovaties gedaan. Ik haal er een paar uit. Maar het begon met hen van ja, hoe ontwerpt de natuur dan een vloer? En met hun designteam gingen ze naar buiten, zagen al die herfstblaadjes liggen en realiseerden zich dat als je daar eentje oppakt en ergens anders neerlegt, dan is het anders, maar eigenlijk ook niet. En dat idee van random design, daar zijn ze mee aan de haal gegaan. Want tot dan toe moest elke tapijttegel precies hetzelfde zijn. Nu maakte dat niet meer uit. Er waren geen productiefouten meer. Er was veel minder snijafval. Het maakte niet meer uit hoe je ze neerlegde. Er was veel minder voorraad nodig. Nou, en dat succes hielp hen, en de klant vond het ook nog eens een keer mooi. En dat succes, dat hielp hen om de volgende uitdaging aan te gaan. Namelijk de lijm waarmee die tegels verlijmd werden, die te elimineren. Want onze lijm, die brengt allerlei toxische gassen met zich mee. En nu hebben zij onder andere gekeken naar gekkopootjes. Gekko's die kunnen zich aan de muren vastkleven, zoals je weet. Hoe dat werkt, hebben zij vertaald naar tactiles. Dat zijn een soort post-it formaat
bioplastic plaatjes waar je vier hoeken van tapijttegels op kan plakken. En omdat die dan zwaarder wordt, doet de zwaartekracht de rest. Nou, dat maakt het recyclen veel makkelijker. En in de tussentijd hadden ze ook geleerd dat de natuur vooral werkt met wat er in overvloed aanwezig is. Weet je, onze economie is gericht op schaarste. Al die andere soorten werken met wat er in overvloed is. Want dat kost veel minder energie om te verkrijgen. Nou, en helaas zijn er heel veel afgedankte visnetten op de zeebodem te vinden. Die liggen daar in overvloed, die het zeeleven bedreigen. En nu werkt Interface samen met onder andere vissers uit de Filipijnen, die niet meer mogen vissen op vis vanwege overbevissingsregulatie. Maar die vissen nu naar die afgedankte visnetten, verdienen daar hun inkomen mee, maken de zeebodem schoon. En Interface kan dat nylon, wat supersterk is, weer hergebruiken voor tapijttegels. Inmiddels maken ze ook tapijttegels die meer CO2 tijdens het productieproces opslaan dan uitstoten. Maar het volgende Apollo-project, waar ik heel graag nog even kort iets over wil zeggen, is ze willen fabrieken maken die werken, die functioneren als een bos. En het idee erachter is behoorlijk simpel. Ecosystemen, natuurlijke ecosystemen, zijn heel genereus. Die leveren allerlei diensten aan de leefomgeving. Die slaan water op, die zuiveren de lucht, die ondersteunen biodiversiteit, noem maar op. Dus hun vraag, zouden onze gebouwen, fabrieken en zo dat niet ook kunnen zijn? Dus wat ze doen, is op de plek waar zij fabrieken hebben, en we gaan nu ook waarschijnlijk in Nederland aan de slag. Ze zijn al in Amerika en Australië begonnen. Ze hebben ook een fabriek in Scherpenzeel. Is een referentie lokaal ecosysteem nemen. Dus stel je voor, op de plek waar nu een fabriek staat, als die er niet was geweest, als daar geen menselijke bemoeienis was geweest, dan was daar een natuurlijk ecosysteem geweest. En dat levert dus allerlei diensten die je kunt meten. Dus het proces wat we daarbij doen, doorlopen, is het identificeren van zo'n lokaal referentie-ecosysteem, waar je je mee gaat benchmarken. Dus de fabriek moet straks diezelfde dingen gaan leveren, naast tapijttegels, maar diezelfde dingen gaan leveren als het oorspronkelijke bos zou hebben gedaan. Dat wordt de benchmark voor het bedrijf. En vervolgens, ja, die prestatie die kunnen we dus kwantificeren. We gaan op zoek naar designstrategieën die daarvoor kunnen zorgen. Kijken naar lokale organismen, hoe doen die dat? En dat gaan we implementeren, zodat we daar naartoe kunnen komen. Nou, dat is waar ik elke dag mijn bed voor uitkom. En ja, wat ik al zei, ik kan heel veel voorbeelden nog noemen. Waar ik mee zou willen afsluiten, want als je nog niet over biomimicry hebt gehoord en je gaat dat ongetwijfeld meer tegenkomen, dan zie je vaak die toffe voorbeelden, maar er zit net wat meer achter. En dat zie je hier. Dit zijn de drie essentiële elementen. Ethos, reconnect en emulate. En ethos is ook, waartoe wil je biomimicry überhaupt inzetten? Want je kunt ook naar de natuur kijken, misschien wel om massavernietigingswapens te maken. Weet je, dus die ethische normen en waarden moet je daar zeker in meebrengen. En voor ons is dat heel simpel. Uiteindelijk komt het erop neer, kunnen wij ook een goed aangepaste soort worden op deze planeet? Voor mij is biomimicry gewoon één grote inburgeringscursus. De reconnect, dat gaat veel meer over dat weer herverbinden van die relatie tussen mensen en de rest van de natuur. Wij zijn niet gescheiden. En op het moment dat je doorhebt, dat je, als je het koud hebt en je ziet een plant, hoe beschermt die zich tegen de kou? Of een ander dier? Wat voor strategieën heeft die? Wat kan ik daarvan leren? Als je die gaat zien als een mentor, dan krijg je ook een andere relatie daartoe. Als je ziet hoe slim die natuur is, wil je het misschien ook wel beter beschermen. En ja, uiteindelijk, dus de reconnect is meer de mindset waarmee je het doet. En dan als je ethos hebt, waarom, reconnect de mindset, dan is emulate gewoon de actie, het doen. Kunnen wij misschien ook zulke hoogwaardige materialen maken als dat spinnerag? Want als je het pink vergelijkt met staal, is het 5 keer zo sterk. Maar spinnerag wordt gemaakt van opgegeten vliegjes, op kamertemperatuur. Hoe cool is dat? Dus dank jullie wel voor je aandacht. Zitten. Wat is nou precies het verschil? Wat is nou biomimicry en wanneer wordt het alleen inspiratie?
Nou, voor mij is denk ik, als je alleen maar dat emulate zou doen, dan is dat voor mij de bio-inspiratie. Ja, en dan, wat voor uitvinding hebben we dan? Misschien zoiets als klittenband. Ik denk, klittenband is ooit ontwikkeld door een Zwitser, door Georges de Mestral. Die liep met zijn honden door de bergen en toen hij terugkwam, had hij allemaal klitten in zijn sokken en in de vacht van zijn hond. En toen kreeg hij er moeilijk uit. Dacht, dit is wel een goed verbindingsmechanisme. En ja, dat klopt op de haakjes en de lusjes. Maar als je vervolgens dat klittenband maakt van fossiele brandstoffen, van aardolie en misschien een sweatshop in China, en je laat het vervoeren met zware dieseltrucks, dan ja, you miss the point. Ja. Ja. Dus eigenlijk moet je in de hele keten moet je. Ja, dus het gaat niet over alleen voor, maar ook dus de kijken van hoe zou de natuur dit dan maken? En hoe past dat dan in het grotere systeem, zodat het ook iets regeneratiefs kan worden? Ja, heel graag wil ik naar voren vragen. Emma van der Leest, biodesigner en ook docent op Sint-Joost. Ja, daar is ze, Sint-Joost Kunstacademie. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Emma van der Leest? Ik heb een tasje, die mag je wel laten zien, die ik heb gemaakt tijdens een stage bij een bedrijf in Londen. Een van de grootste consultancies als het aankomt op biodesign, biofabricatie. Die gesponnen is door bacteriën en gisten in het fermentatieproces. Ja. En nu, misschien ben je wel bekend met kombucha, dat drankje. Ja. Ja, dat is nu super hip. Maar 15 jaar geleden niet zo. Maar die bacteriën, kan je dus ook gebruiken om materiaal te kweken. En dat was voor mij zo'n eye-opener als student. Dat ik dacht van, dit is interessant, hier wil ik iets mee. En wat maak je dan precies van die kombucha? Is dat dan een leer wat je ervan maakt? Hier is die tas. Ja, dit is dezelfde tas die jullie nu rondkrijgen. Dit is dus, na 6 weken fermenteer dus een materiaal op. Je kan een thee gebruiken of je kan het in het lab ook helemaal opbouwen. Ja. Fermenteer een leerachtig materiaal. Ja. Sommige mensen noemen het vegan, soms ook niet, want er zitten nog steeds micro-organismen in. Ja. Wat een fantastisch materiaal is om een tas van te maken, misschien schoenen of andere producten. Heel interessant, alleen het composteert. En zou je denken, oh, dat is fantastisch. Ja. Maar als je buiten loopt in een jurk van dit materiaal en het gaat regenen, dan glijdt hij van je lijf. Dus wil je hem eigenlijk, dat kan voor sommigen is dat een voordeel. Maar je wil het water dichtmaken, je wil het kleuren. Dan kom je in de wereld van de coatings en de pigmenten. Nou, het zijn twee ontzettend chemische dingen die die best wel moeilijk zijn om op een duurzame manier te ontwerpen. En dat leidde ook tot mijn volgende project. Toen heb ik me ingeschreven voor een wedstrijd, de Bio Art and Design Award. Is weer een open call voor, waardoor je als ontwerper, als je dus wint, €25.000, een traject in kan gaan met een wetenschapper. En dat was in mijn geval de Radboud Universiteit. Hier, en eigenlijk was mijn project heel commercieel. Van ik wil een coating ontwikkelen. Is echt niet sexy, totaal niet sexy. Je moet ook een expo maken en zo. Maar goed, deze twee professors aan de linkerkant waren ontzettend enthousiast om aan de slag te gaan. En toen hebben we gekeken naar de inktzwam. Die ken je misschien wel. Ja. En die heeft een ontzettend interessant netwerk. Daar heb je misschien ook al van gehoord. Mycelium, het ondergrondse netwerk. Veel mensen kijken daarnaar ook voor organisatiestructuren. Voedsel, de telefoonlijn tussen de bomen, kan je het ook wel noemen. En dat mycelium is heel interessant, want die heeft ook een waterafstotend laagje. Paddenstoelen ook in de natuur. Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort speed date sessies georganiseerd tussen die twee bacteriën en die gist van die tas en verschillende soorten paddenstoelen. En toegekeken, wat eet elkaar niet op? Want paddenstoelen eten cellulose op en daar is die tas ook van. Ja. Dus hoe gaan we dat doen? Dus dat was maar 4 maanden in het lab. Hebben we een aantal, 2 soorten uitgetest die uiteindelijk een laagje vormden in het kweekproces, waardoor die tas dus waterafstotend werd. Dus we hebben nu gekeken naar een oppervlaktelaag. Ja. Maar wat ik zei, 4 maanden in het lab is echt niks. Nee. Die wetenschappers lachten me uit, €25.000 en 4 maanden, ben je gek. Ja. Dat is meestal 10 jaar en 10 miljoen of zo. Ja, dus dat proces is nog steeds wel bezig. Want uiteindelijk hier links zie je een stukje wat heel inimini was, wat de eerste test was die veelbelovend was. En uiteindelijk moest ik dit ook presenteren in MU in Eindhoven. Supermooie MU Hybrid Arthouse, toffe plek. En die zeiden, leuk zo'n coating, maar hoe ga je dat dan doen?
Dus toen dacht ik, ik moet een soort merkidentiteit maken. En toen heb ik de Funky Supercoating gemaakt. Helemaal ontworpen, soort van shop. En vervolgens kreeg ik dus ook mails vanuit verschillende modehuizen die dachten dat dit echt was. Oh. En die zeiden, ik wil dit nu kopen. En toen dacht ik, oh, daar heb ik nu kleine lettertjes op mijn website van dit onderzoeksproject. Ja. Want dit gaat jaren duren. Ja. En ik heb ook niet ambitie als ontwerper om een coatingbedrijf te starten, maar wel de kennis en hulp nodig. Voor dat laatste onderdeel van het programma zou ik heel graag naar voren willen vragen. Vincent Blok, universiteitsdocent filosofie en ethiek van de technologie aan de Universiteit van Wageningen. En ook auteur van het boek Van Wereld naar Aarde. En is ook al jaren bezig met deze vraagstukken. Mag ik nog een heel hartelijk applaus voor Vincent Blok. Dat economische model, waar wordt die bevraagd in de biomimicry? Want er zijn toch nog steeds voorbeelden waar ik van denk van ja, leuk. Maar als je het de systeemverandering niet in gang zet. Wat heeft het dan voor zin? Kijk, ik vond van jou wat jij presenteerde, die ethos die nodig is. Hè? Want we kunnen natuurlijk inderdaad ook de natuur imiteren met allemaal hele stoute gedachten die we hebben. Het gaat hier natuurlijk over een model van denken die je zou kunnen inzetten om duurzaamheid te bereiken. Ja. En ik denk wat je nog iets meer zou kunnen benadrukken, en dat is dan ook, dus wat is natuurlijk uiteindelijk toch. Ik hoorde jou bijvoorbeeld net zeggen in jouw presentatie, dan kunnen we iets oogsten. Mm-hmm. Of de meeste mensen zullen bijvoorbeeld die documentaire over het symbioseen hebben gezien, waarbij dan zo'n voorbeeld is van een 3D plastic printer of een printer van een structuur waarbij dan ook zijderupsen worden gebruikt. Mm-hmm. Ja, sorry denk ik dan. Die zijderupsen worden gewoon geëxploiteerd. Er wordt helemaal niks voor die want er wordt in de documentaire terecht gezegd, ja. Je moet dan ook iets terug doen voor dit ecosysteem, voor bijvoorbeeld die zijderupsen. En dat is natuurlijk wat er in een economisch model gebeurt. Hè. Je investeert en je exploiteert met het oog op vooral zelf er beter van te worden, zonder dat je noodzakelijkerwijs een verantwoordelijkheid geeft om iets in balans te houden, iets terug te geven. En ik denk dat dat biomimicrie een model kan zijn voor wat je dan noemt regeneratief ontwerp. Dus je ontwerpt iets wat tegelijkertijd ingepast is in een ecosysteem, gelegenheid geeft aan een ecosysteem om ook te floreren en niet alleen maar eenzijdig dat product te zijn. Ja. En dat is nog best wel moeilijk, want dan zou je nou best wel fundamenteel moeten vragen naar economische verhoudingen. En dat zie je ook nu, want recycling, iedereen is natuurlijk hartstikke enthousiast over recycling. Niet iedereen maar, hoor. Goed, zeg maar, er wordt heel veel overdagsgeld ook in gestopt. Maar wat gebeurt er? Zolang en zodra iets economisch rendabel te recyclen is, dan gaan we het allemaal doen natuurlijk. Dat vindt iedereen fantastisch. Ja. Maar zodra het dan moeilijker wordt of de kostprijs wordt te hoog, dan gaan we het gewoon niet doen. Dus de telefoon die hier ligt, die is onbetaalbaar als je die volledig recyclebaar zou maken. Dat is in theorie mogelijk, kan, maar het is gewoon niet te doen. Dus wij zouden ook naar onszelf normatief dan anders moeten kijken van wat voor soort omgeving willen wij eigenlijk hebben als iets niet te recyclen of niet circulair te produceren is, of niet biomimetisch is of regeneratief, moeten we het dan willen? We kunnen van heel veel dingen die hier staan afscheid nemen als we dat serieus gaan doen. Ja. Dus we moeten er ook niet al te romantisch over doen, ben ik bang. Over biomimetica. Over biomimetica en over duurzame innovatie, omdat de drie aardes waar jij het over hebt die nodig zijn om de wereld op de benen te houden, betekent echt een fundamentele andere manier van nadenken, denk ik. Ja. Het vervelende is natuurlijk dat we ook met duurzame technologie, die heeft heel veel beloftes met zich, brengt die met zich mee. Maar eigenlijk, economie gaat over verlangen. Het gaat over het verlangen naar die eigenlijk door een bepaald economisch systeem, wat we ook wel kapitalisme kunnen noemen, eigenlijk zo wordt ingericht dat die verlangens continu worden geëxploiteerd om op zo kort mogelijke termijn vernieuwe verlangens te creëren, maar ook dan te. De vraag is of dit hele manier van denken van het voorzien in korte termijn behoeftes niet intrinsiek op gespannen voet staat met het doel van duurzaamheid, wat heel erg op langere termijn cycli werkt. En dat is natuurlijk ook waar biomimicrie interessant of ook inspirerend kan zijn, omdat het gaat over hoe ecosystemen over de tijd, over een hele diepe tijd multistabiel zijn. En daarin passen gewoon bepaalde economische oriëntaties passen daar niet bij. Dus je zegt, we moeten van het
van het kapitalisme af. Dat is de... Nou, nogmaals, dat is ook weer, ja, dat is fantastisch voor mij, dat je allemaal disclaimers in kan bouwen. Dus de rol die je kunt innemen is dat je probeert na te denken, wat zijn de consequenties als we dit serieus nemen? Ja. Ja. Dus nemen we serieus dat we 3 aardes nodig hebben, wat gaan we doen? Ja. Er moet een andere manier nagedacht worden over technologieontwikkeling. En we kunnen niet alleen maar denken aan... We moeten ook denken aan andere economische modellen. Dat lijkt me intrinsiek daarmee verbonden. En we moeten ook dus denken dat de voorbeelden, veel van de voorbeelden die we hebben gezien zijn inspirerend, maar zitten heel erg nog op een consumentenproduct bijvoorbeeld, of op kunst. Mm. Dat is inspirerend voor als experimenteerruimte van hoe het de toekomst eruit gaat zien. Mm. Maar dat is nog niet de systeemverandering die we nodig hebben als we hier echt mee verder willen. Ja. Nee. Ja, nou, iets wat ik vanmorgen heb geleerd, was van een Hans Tegeman. Hij is hoofdeconoom bij de Triodos Bank. En die vertelde dat, wat ik niet wist, dat economen nooit energie meenemen in hun economische modellen. Hm. Dat laten ze gewoon helemaal buiten beschouwing. Dat is niet interessant voor economen. En dus als we het hebben over andere economische modellen, dat al dat externaliseren van al die negatieve impact, zolang we dat doen, wordt het denk ik ook heel moeilijk voor misschien veel op dit moment duurdere biomimetische of duurzame oplossingen om die rendabel te krijgen. Maar in feite zijn ze misschien helemaal niet duurder. Als je ook de opbrengsten, als je ook veel systemischer gaat kijken naar die opbrengsten. Ik denk bijvoorbeeld als het zo'n interface, en er zijn nog meer bedrijven aangesloten, het gaat lukken om als bedrijf ook ecosysteemdiensten te produceren. Ja. Als ik aan mensen vraag van nou, hoeveel zou je over hebben voor gezonde lucht en schoon water en noem maar op. Mm. Weet je, daar betalen we nu niks voor. Maar het zijn allemaal eerste levensbehoeften. En je gaat er naartoe dat als bedrijven willens en wetens daar negatieve impact op hebben, dat je daarvoor moet betalen. Maar op het moment dat je dat levert, dat je dat misschien ook in een verdienmodel kan stoppen. Dat doen we nu allemaal niet. En ook het feit dat we dus helemaal energie niet meenemen, energieverbruik in economische modellen, dat vond ik echt heel vreemd. Ja. Vincent, jij had het net over, eigenlijk had je het over ecomodernisten en consumenteraars. Dat is eigenlijk dat debat tussen de tovenaar en de profeet. De tovenaar wil zich de toekomst of de crisis uit innoveren en de profeet zegt, we moeten het allemaal minderen. Kan biomimicry of biomimetica ook een soort van brug slaan tussen die twee? En hoe doen we dat? Ja. Ik geloof niet dat je zonder technologie het klimaatprobleem kunt oplossen. Zeker niet als je bedenkt dat er in het globale zuiden bijvoorbeeld nog heel veel mensen zijn die überhaupt in hun levensonderhoud moeten zien te voorzien. Ja. Kan je je afvragen of bijvoorbeeld degrowth, dus of consuminderen, of dat soort heel goede initiatieven, of dat zeg maar ons voldoende gaat helpen, of dat ook een soort romantisch idee is wat wij vooral het West-Europa hebben en die eigenlijk al onze inkomens et cetera al voor elkaar hebben. Dus vanuit een socialistisch perspectief zou je best wel moeten zeggen dat er ook potentie ligt van technologie en dat het idee dat je zonder technologie de boel op kunt lossen, dat je daarbij vragen bij kunt stellen. Althans, ik stel er wel vragen bij. Dan is de vraag, wat voor technologie moet dat dan zijn? Want die technologie die heel vaak, die is inderdaad exploitatief. Of ook in de voorbeelden die Saskia net geeft van dat een bankier dus niet, of dat een econoom niet denkt in termen van energie. Ook de oplossingen waar jij over spreekt, dat gaat nog uit van dat er een soort marktfalen is. Hè? Dus, dus dan betekent het eigenlijk dat je de hele duurzaamheidsopgave als een soort economisch probleem ziet. Hè? Dus vroeger was zat energie niet in het businessmodel en dat gaan we dan nu wel doen. Terwijl je kunt je afvragen of die 3 aardes ooit in dit soort economische winst- en verlies dingen is op te delen. Dus ik geloof niet zo dat de weg is. Maar biomimetische technologie heeft inderdaad wel het vermogen om de brug te slaan. Omdat je namelijk het gevoel dat mensen hebben met leren van de natuur, connectie, hè, de dingen die jij ook noemt. Ik denk dat de meeste mensen in deze zaal warme gevoelens krijgen bij het beeld wat jij schetst. Ik ook trouwens. Hè. Ja. Dus
En tegelijkertijd moeten we er niet naïef over zijn. Het blijft gewoon technologie. En we zijn gewoon ook, het kan ook high-tech zijn en dat soort dingen. Dus ik denk inderdaad dat in die geoppositioneerde sfeer waar we dan nu in zitten, ook in het maatschappelijk en ook soms in het wetenschappelijk debat, dat biomimicrie ook inderdaad een brug kan slaan door tradities, denktradities, wetenschappelijke tradities ook met elkaar te verbinden. Ik denk dat biomimicry is misschien wel vooral technologie van de biologie. Dus daar weet je ook, ik ben het eens, alle technologieën die ooit zijn ontwikkeld kun je waarschijnlijk ten goede en ten kwade inzetten. Biomimicry is niet alleen maar je afvragen wat zou de natuur doen. De vraag wat zou de natuur niet doen is misschien een even belangrijke vraag. Want zoals wij nu soms ook van alles genetisch manipulatie proberen op te lossen. Weet je dat? Ik denk dat we heel veel van dat soort dingen, mensen die volgens mij die puur technologie fix denken, vergeten dan vaak ook naar al de ongewenste en onvoorziene consequenties van wat daar dan is. En ik denk ook dat als wij bij al dat onderzoek wat we doen, dat we eigenlijk minstens zoveel geld opzij zouden moeten zetten om het onderzoek te doen naar de rimpelingen in het systeem die dat met zich meebrengt. Want dan kunnen we het misschien wat beter bijsturen voordat we denken, oh, dit is het. Ja. En we weer een of andere ongewenste afslag hebben genomen. Mooi. Ja. Laten we het hierbij afronden. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. Mag ik een heel hartelijk applaus voor mijn drie gasten?